Het door Nieuwsblad Transport georganiseerde havendebat stond dit jaar in het teken van de schaalvergroting in de containerlijnvaart. Er werd flink gediscussieerd over onder meer de toename van grote containerschepen en welk effect dat heeft op de terminals en het achterlandvervoer. Schepen van meer dan 10.000 teu, die nu al regelmatig de Rotterdamse haven aanlopen, zijn er over een jaar of vier waarschijnlijk elke dag. De reuzenschepen kunnen Rotterdam moeiteloos aanlopen, maar dat wil niet zeggen dat er rustig achterovergeleund kan worden. Ik denk dat ze sowieso naar Rotterdam toe komen. Hoe dat bewerkt. Dat is arrogant. Nou, dat is niet arrogant. Die schepen moeten ergens naartoe. En Rotterdam is een van de havens in de Hamburgse havenrange waar ze naartoe komen. Ik denk dat een groot risico is dat we onze positie in Rotterdam te zeer overschatten. Dat we denken dat alles wel automatisch naar Rotterdam zal komen. Grotere schepen, die kunnen dan zogenaamd nergens anders heen. Daar vergissen we ons in als we dat zouden denken. Er zijn nog heel veel hele grote schepen op dit moment, al in de vaart of nog in aanbouw, die heel makkelijk nog naar andere havens toe kunnen. Wat ik merk hier in deze discussie is dat met name de afhandeling op de terminals, maar de totale afhandeling in de haven voor wat betreft de verschillende modaliteiten, aan- en afvoermodaliteiten. En dan praten we over met name over het spoor, de binnenvaart en de feeders, dat daar nog een hele grote taak ligt. Ultra large containership zorgen nu vaak voor een piekbelasting op de terminals. Dit heeft grote gevolgen voor de afhandeling. Tijdens het havendebat werd gesproken over verschillende oplossingen. De Unifide zelf die zegt in Hamburg hebben we al een mooi project te draaien. Waarbij we dat netjes afstemmen tussen de verschillende terminals. Ik ben zelf een vertegenwoordiger van een van de terminals. En wij zien dat wij moeten samenwerken als terminals om hier de beste oplossing voor te maken. Want daardoor krijg je meer business, wordt de koek groter. Hebben we meer te verdelen. Een van de dingen die we al doen is gewoon capaciteit bij de terminals aanleggen samen met de terminals. Feederkades, dus dat ze apart afgehandeld worden. Een ding waar we met de feederrederij over aan het spreken zijn is ook om de afhandeling gezamenlijk wat beter te coördineren. Dus dat zou ook vooral over informatieuitwisseling moeten gaan. Als je naar de binnenvaart en het spoor kijkt, dan is dat niet een van de overheid uitgeregelde industrie. En dat zijn allemaal individuele ondernemers met eigen binnenlandse terminals, met eigen binnenvaartschepen of met eigen treinen. Die proberen natuurlijk allemaal voor zichzelf het optimale eruit te halen. Toch zal aan die kant ook duidelijk moeten worden dat als iedereen alleen maar voor zijn eigen belang gaat, dat dan de totale industrie daar schade van gaat ondervinden. Meer over het havendebat in de papieren editie van Nieuwsblad Transport van 25 november.